beetje laat al die jaren. Rosalie heeft met percussie heb ik 3 keer in het concertgebouw gestaan in Haarlem. Uitverkocht. De kleine zaal weliswaar. Ik heb Patronaat gespeeld. Openluchttheater Bloemendaal, Haarlem Hout Festival. Maar toch niet alleen maar met het... Nee, met live percussionist. En ik had een heel decor gemaakt ook. Ja. Met een achtergronddoek en in het concertgebouw mocht ik een dag van tevoren bouwen. Had ik mijn eigen lichtplan gemaakt, mijn eigen geluidsplan gemaakt. En die percussionisten haalde je niet uit Cuba, die kwamen hier vandaan? Hier vandaan, dus we hebben heel veel gerepeteerd hier. Want ja. Normaal gesproken heb je in een conventionele band... heb je de ritmesectie, de bas, slagwerk, percussie, die houden de melodiesectie vast. Maar dit is net andersom, ze moeten mij volgen, ze moeten de melodie in de armen doen. Rosalie is nu in rusten. Oh. Maar voor deze gelegenheid haal ik Rosalie van stal om zogenaamd 3 leerlingen... Ja. Orgeldraaiers op te leiden. Heel goed idee. May I introduce you? Barrel organ Rosalie. Rosalie is little and charming, mobile and hand turned barrel organ. Because the owner is old and crippled, he has 3 little street children in training, and they will bring you joy with nice music. Allemaal goed vast, daar gaan we. Pasa, un bolero.